Ben jij leerkracht of begeleider en heb je zin om je een jaar lang onder te dompelen in de wereld van positieve psychologie en levenshouding? Dan is onze nieuwste opleiding Coördinator Levenshoudingsgericht Onderwijs misschien echt wat voor jou. Ik zie dat steeds meer kinderen vastlopen en dat ze op latere leeftijd op onderzoek uitgaan naar wie ze zelf zijn. En ik denk dat het heel waardevol is om dat vanaf jongs af aan al te leren, zodat de kinderen krachtige individuen worden. We vragen heel veel van leerlingen aan zelfstandigheid, aan veerkracht. En ik denk door leerlingen daarmee te helpen, dat ze veel beter voorbereid zijn op hun toekomst. Ik denk dat je niet alleen als leerkracht bezig moet zijn met de cognitie, maar juist ook bezig moet zijn met de persoonsvorming van leerlingen. Dat ze zichzelf leren kennen, dat ze weten hoe ze zich staande houden in de maatschappij van nu. Gedurende een heel schooljaar ga je aan de slag met levenshouding. De opleiding bestaat uit 9 opleidingsdagen en 5 verplichte kenniscolleges. We houden de groep juist heel erg klein, zodat er ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. En het leuke aan deze pilotopleiding is dat je zelf invloed kunt uitoefenen op de inhoud van de opleiding en je expertise kunt delen met gelijkgestemden. Je kan echt uithalen wat je zelf wil bereiken. En dat vind ik heel fijn aan. Een hele fijne, vrije manier van dingen volgen. In deze opleiding ga je aan de slag met je eigen persoonlijke ontwikkeling. Als je levenshouding wil geven in je eigen klas, dan moet je starten bij ontwikkeling bij jezelf. Heel veel inzage in mijzelf, in mijn eigen levenshouding. Best confronterend, maar ook wel heel leerzaam. Ik zou willen dat ik dit toen al had geleerd, want dat zou me een hele hoop schelen in mijn verdere leven, zeg maar, qua tools over hoe je met dingen dealt. En aan de hand van de laatste wetenschappelijke literatuur gaan we vooral de vertaalslag maken naar de praktijk. Je krijgt hele handige tips en tools om je eigen onderwijspraktijk beter te gaan vormgeven, zodat je nog beter het welbevinden, het geluk en levenshouding in je eigen klas kunt gaan vergroten. Ja, de opleiding heeft me gebracht dat ik heel veel handvatten heb en heel veel achtergrondinformatie heb, waardoor ik mijn team heel erg kan informeren en mee kan nemen, zodat zij het ook weer kunnen vertalen in lessen naar de kinderen. Ik heb gemerkt dat levenshouding is veel breder dan alleen mindfulness. En nu ik daar zelf mee aan de slag ben gegaan, dat ik dat kan overdragen aan die leerlingen. Maar het begint bij de leerkracht. Dus durf jij het aan om je eigen levenshouding onder de loep te nemen en ook de levenshouding van kinderen in je klas te vergroten en te ontwikkelen? Dan is dit echt jouw opleiding. Ga naar onze website voor meer informatie en hopelijk zien we je volgend jaar bij onze opleiding.